In Museum Boerhaven is er een nieuw onderwijsprogramma voor de wiskunde gemaakt. En met name voor 3 HAVO-VWO leerlingen. En dan ook voor echt een hele klas of zelfs 2 klassen. Dus voor 32 leerlingen ongeveer of voor 64 leerlingen dat 2 klassen komen. Het bestaat uit 2 onderdelen. Je hebt een rondleiding door de vaste collectie, maar dan op wiskunde georiënteerd. Je krijgt natuurlijk ook wel de algemene andere zaken mee op medisch gebied en natuurkunde en andere geschiedenisonderdelen. De andere helft van de groep gaat in een speciale ruimte, deze ruimte hier achter mij, aan de slag met 11 verschillende opdrachten. En dat is dus het programma Wiskunde A, B of C. Dat is bedoeld om te kijken welk type wiskunde bij je past. En of je juist dus het goede vak al gekozen hebt of ter oriëntatie welk vak je moet gaan kiezen. 11 verschillende opdrachten. Bijvoorbeeld de rekenstokjes, een soort kladpapier of een spiekbrief met de rekentafels. Dat was al heel lang geleden ontdekt. Anamorfose, de bolkegel cilinder. 11 verschillende opdrachten in ieder geval die je gaat doen. Het is dus niet gewoon sommetjes maken. Het is gewoon echt driedimensionaal leuk aan de slag. Er zitten ook spelelementen in dat je moet kijken wie het beste kan winnen van elkaar. En als je die 11 hebt gedaan, ga je daarna kijken welke je het leukst vond en welke je het moeilijkst vond. Of juist het makkelijkst. Vaak, soms vind je iets heel makkelijk, maar daardoor juist niet leuk. Soms vind je iets heel moeilijk, maar juist wel leuk. Of andersom natuurlijk allemaal. En die 11 opdrachten ga je dus ranken en ga je kijken welke je het leukst vindt. En aan het einde heb je een aantal punten, die tel je op. En dan weet je of je juist heel erg type wiskunde A bent of juist type wiskunde B of C. En dat is dit onderdeel, wiskunde A, B of C.